Marga Bult, jij kwam hier ook heel enthousiast supporter, heb ik gezien, op de publiekstribune. Ben je heel opgetogen over de winnares van vanavond? Nou, ik was uitgenodigd. Hè. Als oudste Henkfestival deelnemer word je steeds uitgenodigd. Ja, ik vond dit ook hartstikke goed. Ik had zelf enige lichte voorkeur voor Pearl, maar dat vond ik een geweldig stuk. Aan de andere kant kun je ook zeggen, we hebben ook al een ballet gehad met Glennis Grace en toen is het ook niet gelukt. Dus dan denk ik dat het met Joanne wel eens zou kunnen lukken. Ja, ik vind het een heel leuk liedje hoor. Ja. En hoe zit het met de act? Want die stoot toch op gemengde gevoelens? Ja, ik snap het wel. Het lijkt ook een beetje op Treble. Ik vond zelf, want ik zag de beelden op een gegeven moment terug zoals mensen het thuis zien. Dat haar hele Indianen toch, dat het er beter uitzag dan in de zaal eigenlijk. Maar ik denk het ballet en zo een beetje Treble-achtig. En dat hebben we al gehad. Dus ik denk dat ze daar qua act en zo nog wel wat aan kunnen verbeteren. Dat zou ik adviseren. Ja. Aanpassen die handen. Ja, vind ik wel. Nee. Zelf heb je in 87 kunnen deelnemen als een rechtstreeks aangeduide artiesten. Ja. Dit jaar heeft men weer gekozen voor een selectie met meerdere kandidaten. Ja. Het format kreeg een beetje kritiek. Was je het ermee eens of denk je dat het oké is? Nou, ik vind het op zich. Kijk, ik vond het toen prettig dat ik alleen ging. En dat ik gewoon de enige was die ging, dat is makkelijk. Maar ik denk dat het voor de mensen leuker is als je ziet dat er meer mensen in een competitie bij elkaar zitten. Ik denk dat dit sommige mensen vervelend hebben gevonden, dat je met z'n tweeën moet battelen. Dat is het, denk ik. Ik bedoel, je hebt ook songfestivals gehad, dan heb je 6 artiesten die zingen 6 verschillende liedjes en dan kun je stemmen. Ja, en nu heb je gewoon een battle gehad, dus op een gegeven moment hou je 3 over en dan moet je kiezen. Dus misschien dat het dat is. Ik vond het idee wel leuk en ook zeer hip, laat ik het zo maar zeggen. Een beetje de Voice of Holland-achtige decor ook en de winner. Of ik er zelf voor gekozen zou hebben, dat weet ik niet, maar ik heet geen John de Mol. Dus dat laat ik ook liever aan mensen over die daar echt verstand van hebben. Ik vond het destijds zeer prettig om gewoon alleen de uitverkorene te zijn met 6 liedjes. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel.